mevrouw Jisselkus zegt van ik zal niet onder premier Wilders gaan dienen. Dient u ook in een kabinet onder premier Wilders? Dat zie ik niet gebeuren. En ik denk dan, alsjeblieft, hou nou op met die Haagse spelletjes. Mensen willen helemaal niet thuis, die nu tv kijken, horen wie onder wie wil zitten. Ze willen gewoon dat de problemen van Nederland op gaan lossen. Dus, en dat betekent dat we moeten samenwerken. Dat we moeten zoeken naar overeenkomsten in plaats van verschillen. En nu zit iedereen de hele week onder maat te nemen. Als iemand kritiek heeft op u, dan wordt u heel boos. Nu weer terug naar Nederland. Wij moeten onze problemen oplossen. En het probleem is dat heel veel mensen thuis zien dat hun problemen niet worden opgelost. Dat zij, als ze een huis willen, achteraan in de rij komen te staan. Dat zij geen geld in hun portemonnee hebben, terwijl we de hele wereld helpen. En wat ik nu zeg, laten we nou alsjeblieft onze energie richten om die Nederlander weer op één te zetten. Laat alsjeblieft die Nederlander weer een keer voorgaan. Dan houdt een groot deel van de woede en de polarisatie al op.